We staan hier vandaag op het Krijtfestival langs de Zandvoortse boulevard. En we gaan op de tweede dag van dit evenement even een kijkje nemen bij de artiesten en de organisatoren en natuurlijk ook de bezoekers. Kom je mee? Ja, we staan hier inmiddels op het terrein van het Krijtfestival naast het Holland Casino op het Badhuisplein in Zandvoort. En naast mij staat de organisator van dit hele evenement, Dona Corbani. Hi. Goedemorgen. Wat voor de kijkers thuis, wat houdt dit evenement in en wat zien we allemaal? Nou, de bedoeling is dat de hele weekend dat mensen kunnen komen krijten. Dus je krijgt een mooi vakje van 2 bij 2 meter. En dat kan je mooi inkleuren. Het mag kunstwerk zijn in het thema van landschap, ode aan het landschap. En het oog van een meester, hetzelfde thema als die zandsculpturen. Maar het mag ook iets heel anders zijn. Je mag iets vrijs maken. Ik heb allemaal krijt staan. En mooi weer. Wat wil je nog meer? En er komen ook artiesten langs. Wat vinden die van deze organisatie zo langs het strand? Iedereen vindt het een prachtig plekje om te komen tekenen. Voor mij, ik vind het sowieso heel leuk om met pastelkrijt te tekenen. Maak ik eerst een krijttekening en dan een olieverfschilderij. Dat is voor andere kunstenaars heel gewoon. Maar zo'n evenement met alleen maar krijt, het is tijdelijk. Je mag iets moois neerzetten en iedereen mag ervan genieten. Dus niet alleen voor professionele kunstenaars of voor kinderen, maar alles ertussenin. Iedereen die een mooi plaatje wil maken. En dat is een beetje het concept. Kijk, ja, bijvoorbeeld hier om al meteen te beginnen, dit is wel een bijzonder, hè? Ja, dit is driedimensionale kunstwerk gemaakt door Margot Atir. Zij is Russisch kunstenares en zij heeft speciaal voor dit gelegenheid, vond ze het heel leuk om hier te komen tekenen. En zij heeft dus kwallen gemaakt en als je op een bepaalde plek staat, dan zie je dat het driedimensionaal is. Heeft u zelf ook al Ja, wat, ik heb meerdere kunstenaars hebben wat gemaakt. Ik heb hier eentje gemaakt. Kun je even zien? En dit is van een figuur. Ik heb eigenlijk. Wat zien we hier? Dit is een vrouwelijke figuur. En zij wijst naar een vogeltje met de zee in de achtergrond. En zij zit dan op een duinen te kijken naar de zee. Dus dit is een mooi figuurtje in Zandvoort, eigenlijk op deze plek. Heeft het ook nog een andere betekenis? Dit is mijn stijl. Ik heb al jarenlang een atelier in Zandvoort. En ik heb vaak in die auto bij festivals of als ik ga kamperen, maak ik spontaan zo'n krijttekening. En dat is een heel leuke manier om mijn stijl, mijn kunst te delen met anderen op een spontaan en snelle manier. En die leukste vind ik is, ik heb in Santa Barbara, California, waar ik zelf ben geboren en opgegroeid, heb ik meegedaan jarenlang aan de Modinari Festival in Santa Barbara. Dat is een heel groot event. En die concept wilde ik naar Zandvoort brengen. Dus zo'n figuur heb ik gemaakt jaren geleden in Santa Barbara. En nu maak ik er eentje hier op het Badhuisplein. En met welk doel, waarom vind je het zo belangrijk om dit evenement hier te organiseren? Ik vind het een mooie manier om op een laagdrempelige manier kunst te delen en van te genieten met anderen. Ook voor jongere mensen, oudere mensen, iedereen kan aan meedoen. Het is niet moeilijk, maar wel heel leuk. En ook dat er iets gebeurt. Het is buiten, het is gezond en het maakt niks uit. Je hebt ruimte genoeg, dus iedereen mag meedoen op een veilige manier. En wat hoor je van de kinderen die er ook regelmatig langskomen? Denken die ook van, ik wil een bepaald kunstwerk maken? Kun je daar ook advies over geven dan aan die kinderen? Of ja, laat je ze vooral lekker zelf de gang gaan? Wat ik zo grappig vind is, ik heb ook een hele grote kunstwerk gemaakt achter jullie van een landschap. En daar kunnen kinderen inkleuren als een, als in een krijtplaatje om in te kleuren. Maar iedereen wil zelf iets maken, dus dat vind ik heel grappig. Iedereen wil zijn eigen creatieve stempel hier laten zien en dat vind ik fantastisch. Nou, vanaf hier kunnen we wel uitbreiden, vind ik. Ook met nog meer muziek, met eetgelegenheden. Nu hebben we dan een leuke sponsor. Mensen kunnen een ijsje hier tegenover krijgen. En mensen kunnen een portret laten maken van hun kinderen. Straks komt een portrettekenaar. En iedereen kan een beetje genieten van dit plein. Dit mag van mij een jaarlijks terugkomende evenement komen die nog groter
kan worden met nog meer professionele kunstenaars en publiek en van alle leeftijden om van te genieten van dit bijzondere vorm van kunst. Dat was even een klein inkijkje bij het Krijtfestival hier aan het Badhuisplein in Zandvoort. Zeker een aanrader voor volgend jaar. En kijk ook nog even ons interview terug met Dona Corbani van vorig jaar. Die komt hier nu linksboven in beeld. Dit was weer een reportage van Zandvoort Inside. Blijf ons volgen via YouTube, Facebook en Instagram. En blijf op de hoogte van het laatste Zandvoortse nieuws via zandvoortinside.nl. Tot de volgende!